We gaan naar het Russische hoekje. Het Russische hoekje. En we beginnen. Het zijn twee fragmenten over Russen. We beginnen met de Russische Marco Bakker. Nee, dat is echt niet waar. Nou, ik weet niet hoe hoog je Marco Bakker hebt. Nee, maar ik weet hoe die wordt gezien in Rusland. En het is, hij heeft ongeveer de status van Marco Bakker, laat ik het zo zeggen. Dmitri Vorostovsky. Ja. Ja, zullen we gewoon gaan kijken? Nou, ja, laten we maar gewoon kijken. Laat ik wel even zeggen, want je hebt mensen nu echt op verkeerde spoor gezet. Ja. Het is helemaal niet... Ja, jij zal wel heel Rusland hebben, iedereen hebben ondervraagd over Dmitri Vorostovsky. Ja. Maar... ik ken hem van Cardiff Singer of the World. Dat heeft hij gewonnen. Dat win je niet als je... Ja, ik wil niet Marco Bakker. Nee, ik vind hartstikke leuk. Het is een hele goede zanger, maar hij is heel populair. Ja, laat ik precies. Het zo zeggen. Oh, als je populair bent, dan... Nou, goed. Okay. En het nummer heet Kakamolodimu Willy, oftewel Hoe jong wij waren. Laten we gaan luisteren. Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земных. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Не все на земле не проходит бесследно, я все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. И одно лишь сумели понять, чтоб тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна.
лесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Kan zingen met je ogen, toch? Ik vind het mooi omdat het... Omdat hij... Hij doet eigenlijk best veel, maar hij doet eigenlijk heel weinig. Staat doet op het einde zo... Ik hou heel erg dat hij het met zijn ogen doet. En dat hij heeft de Cardiff Singer of the World gewonnen. En ik kijk altijd als Cardiff Singer of the World is. Want dat vind ik een geweldige... Dat is voor klassieke zangers in Cardiff. En dat is met een groot orkest en mensen doen dan hun programma. Dat zijn meestal aria's en ook wel, ze hebben een liederenprogramma. Daar ben je ook geweest? Of ben ik niet geweest, maar kijk ik alleen op BBC. En toen hij meedeed, hij stond dus in die finale. Dan zing je dus 3 aria's of zo. En dan zing je, en tussendoor ga je dan even naar achter en dan kom je voor het laatste. Dus je zingt 2 aria's met het orkest. Dan ga je even af, dan heel die zaal kan dan bijkomen. Iedereen. En hij was dan zo'n soort wolf die daar stond en... Gewoon dat publiek opvrat, zeg maar. Ja. En hij zingt 2 nummers. Hij loopt af. Hij zit in de competitie, in de finale nog. Had nog niet gewonnen. Hij staat achter. Achter is ook een camera van de BBC. Hij gaat op voor het laatste nummer. En hij doet naar de camera zo. Daarvoor. Daarvoor. En hij loopt op om het laatste nummer. Dat is zelfvertrouwen. Dat is zelf, maar ook terecht zelfvertrouwen. Snap je? Je mag van mij zo arrogant zijn als je wil. Nou ja, als het wordt waargemaakt. Ja. En ik heb hem hier in het Concertgebouw gezien. En op een gegeven moment, het publiek bleef maar klappen, liet hem gewoon niet gaan. En op een gegeven moment zei hij, ik heb geen toegift meer. Toen zei hij, nou, wat ik kan doen is 1 aria die ik vanavond al gezongen heb, nog een keer zingen, want daar was ik niet tevreden over. Ja, dan mag je, dan kan je bij mij eigenlijk niet meer stuk. Is dit ook iemand die net als jij de zaal goed aanvoelt? Is dat het geheim? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat hij wel de avond hij voelt. Pakt zin. Ja. Ja. Ja.